Het is vandaag zaterdag 4 november. Ja, en niet zomaar een dag. Nee, het is de dag van de derby van de Bosjes van Pex. Oftewel HBS tegen Kwik, een wedstrijd in de derde divisie van zondagvoetbal. Je kunt het ook gewoon een gezonde buurtje noemen. Naar de beide sportcomplexen van de verenigingen in deze woonwijk pal tegen elkaar aan liggen. Ja, deze bijzondere wedstrijd verdient toch wel vooraf de nodige aandacht. Het is een wedstrijd waar heel veel prestige omheen hangt. Sentimenten, zeker bij de oudere mensen. Wist u namelijk dat al ruim 100 jaar deze confrontatie tussen deze twee oude Haagse verenigingen op programma staat? De allereerste wedstrijd tussen deze twee oude kampioenen van Nederland, HBS 3 keer landskampioen, Kwik 1 keer landskampioen, dateert van 1904. Toen won HBS met 2-1. De laatste keer dat de Haantjes de Kaaien versloegen was 2 jaar geleden. Het bedorf toen een wedstrijd om de Haagse Kromcup. En dit keer was het Kwik die zegevierde, notabene, hier op het veld. In ruim 100 jaar troffen beide verenigingen elkaar 62 keer in competitieverband. Met 70 overwinningen is de weegschaal duidelijk in het voordeel van HBS. Daarentegen zegevierde Kwik 18 keer. Voor de competitie is alweer 14 jaar geleden. Het was toen een wedstrijd in de tweede klasse van de KNVB. Ook dit keer trok Kwik met 0-2 aan het langste eind. Behalve dat deze derby op het competitieprogramma staat, grijpen beide verenigingen dit duel ook aan om de Marco Beuker-bokaal in ere te herstellen. Marco Beuker, wie was het eigenlijk? Wel, Marco was een speler die voor beide verenigingen uitkwam. In totaal droeg hij 134 keer het shirt van de Kraaien en 140 keer dat van Kwik. Marco was een typische karaktervoetballer, zoals ze dat noemen. Je kon altijd van hem op aan. Hij ging voor niemand opzij, bikkelhard. En hij gaf ook nooit op. Maar helaas, de strijd tegen leukemie moest hij wel opgeven. Marco Beuker overleed in 2003 op 31-jarige leeftijd. Sinds 2005 werd het eerduel al een aantal keren gespeeld met als inzet voor de winnaar een ingelijst shirt. Ja, noem het maar de bokaal. Het betreft een shirt die voor de helft bestaat uit HBS tenue en voor de andere helft dat van Kwik. Ja, zo wordt op een dag als vandaag het nuttige met het aangename gecombineerd. Geld inzamelen voor de bestrijding tegen leukemie, maar ook men maakt van deze dag gewoon een hele happening. Hier achter mij staat een geweldige grote feesttent waar na afloop van de wedstrijd flink gefeest gaat worden. Op dit moment is ook op het hoofdveld bezig een wedstrijd tussen oud-ISL-spelers van HBS en Kwik. Kortom, men heeft er alles aan gedaan om hier gewoon een onvergetelijke dag van te maken. Kijk eens, ik hoop dat u heeft genoten ook van de uitzending. En ik zou zeggen, we zien elkaar weer gauw.